Ik zit hier in de woning van Johan Ooms en eind januari zat ik hier ook op dezelfde plek met Johan van gedachten te wisselen over zijn visie wat betreft het zelfgekozen levenseinde. Sinds ik dus weet in mijn hoofd dat die mogelijkheid, de mogelijkheid van het laatste veelmiddel bestaat, is het feit dat ik hier zit met die mogelijkheid van het laatste veelmiddel in mijn hoofd, is een keuze geworden. En dat is een bevrijding. Dat is echt een opluchting. En nu zit ik hier alleen zonder Johan. Want Johan is, zoals hij dat zelf heel mooi omschrijft, vanochtend voorgoed gaan liggen. Hij had zich goed voorbereid. Hij was begonnen met een antibraakmiddel. Hij had op tijd een antihoofdpijntablet genomen. En om 10:45 was het zover. Hij bood nog koffie aan zijn goede vriendin en mij om nog even met elkaar gezellig samen te zijn, zoals hij dat formuleerde. En het was ook nog gezellig, want Johan keek er naar uit. Johan was opgelucht. Hij zei dat ook in de eerdere opname. Ik wil zo verschrikkelijk graag vertrekken. En gisteravond hebben we nog een hele mooie avond met elkaar gehad. Gedachten uitgewisseld, ideeën gedeeld, over zijn carrière gesproken, over het leven, over Trump, over weet ik wat. We hebben nog gelachen. En Johan was totaal niet onder de indruk van het feit dat hij binnen 24 uur er niet meer zou zijn. En ja, vanochtend is het gebeurd. Ja, met een glimlach om zijn mond nam hij ze in. Johan ging zitten en er gebeurde iets heel bijzonders. Want Johan had een gedicht in zijn hoofd zitten dat hij tijdens een voorstelling had voorgedragen. En dat gedicht, dat ja, om de tijd te vullen, wou hij nog een keer voordragen. Dus met z'n tweeën luisterden wij naar Johans laatste optreden, namelijk het voordragen van dat gedicht en van Gerrit Achterberg. En dat gedicht, dat emotioneerde hem. En na een aantal passages ontstonden er emoties. En toen zei hij, ik stop nu met dit gedicht. Ik voel alsof ik in een draaimolen zit. En ik ga even niet verder met dit gedicht. We hebben toen nog wat met elkaar zitten praten. En hij vertelde dat hij geen hoofdpijn had, geen braakneigingen, maar wel last van zijn ingewanden, alsof hij iets verkeerds had gegeten. Hij voelde zijn vingers tintelen. En vanuit die situatie is hij betrekkelijk rustig gegleden in een fase waarin hij nog bij bewustzijn was en het af en toe ook moeilijk had. Het was toch, ik heb het ervaren als een milde doodstrijd. Maar het ging niet vanzelf. Het was niet, denk ik, ondraaglijk voor hem en zeker niet voor de naasten om het te zien. Vanuit die fase, waarin hij op een bepaald moment ook nog wat dingen zei, gleed hij in een coma, denk ik, in een buitenbewustzijn, waarin hij nog wat lichamelijke uitingen vertoonde, wat spiertrekkingen, wat met zijn handen bewegen. Maar eigenlijk betrekkelijk rustig. Hij ademde zwaar. Dat heeft ongeveer een half uurtje geduurd. En daarna was hij echt onder zeil. En toen heeft het ongeveer nog een 3 kwartier geduurd voordat hij overleden was. In die periode merkte je dat de adem af en toe stokte, maar toen toch weer op gang kwam. En op een gegeven moment was het afgelopen. Jij bent een grote steun geweest, hè? Je kent Johan van vroeger. Waar had jij tegenop gezien in deze hele situatie? Ik was een beetje bang dat het stervensproces heel erg zwaar zou zijn. Omdat er in de media nog wel eens wat berichten zijn verschenen over een enorme doodstrijd die gigantische lichamelijke gevolgen voor mensen zouden hebben.
En waar mensen echt op een hele beroerde manier aan hun eind zouden komen. Daar zag ik tegenop, want ja, je weet het niet. Gelukkig is dat niet gebeurd. En ik vond het als toeschouwer ook absoluut aanvaardbaar om te zien. En ik denk dat het voor Johan ook een dood is die even moeilijk geweest is, maar daarna op een hele milde, humane manier is ingetreden. We hebben het overlijden in eerste instantie gemeld bij de huisarts, die op de hoogte was. Johan had zijn huisarts van tevoren geïnformeerd, omdat hij graag wilde dat de huisarts zou kunnen komen en niet onverwachts opgeroepen zou worden voor een sterfgeval waar hij helemaal niks van af wist. En Johan had in het verleden al eens tegen zijn huisarts gezegd dat hij plannen had om een zelfgekozen levenseinde te gaan plannen. De huisarts had daar positief op gereageerd in die zin dat hij gezegd had, ja, als jij vindt dat je dat moet doen, dan kan ik dat begrijpen, dan kan ik dat respecteren. En dan, ja, dan is het niet aan mij om daar verder jou van te weerhouden. Johan heeft op een bepaald moment ook gezegd tegen de huisarts, ik ben van plan het dan en dan te doen. Ben je beschikbaar op die dag? Mogen mijn naasten die erbij zijn na mijn overlijden jou waarschuwen? Nou, dat was goed. Dus vanochtend is de huisarts gebeld met het verzoek om te komen. En toen zei de huisarts, ja, eigenlijk ga ik het wat efficiënter doen. Ik heb alvast contact met de schouwarts, want er moet toch een schouwarts van de gemeente aan te pas komen. Die moet een verklaring van overlijden afgeven. Dus bel gewoon de politie en vraag of de schouwarts kan komen. Nou, dan blijkt toch dat de politie, de meldkamer, niet helemaal op de hoogte is van het feit dat je melding maakt van een overlijden met een laatste wilmiddel. Dan blijkt dat men dat verwart met euthanasie en dat men dan zegt, ja, bij euthanasie moet de dokter aanwezig zijn. Dat hebben we even moeten toelichten. Wel kwam er een legioen aan brandweer en politie en ambulance mensen ineens over ons heen. Maar we konden al heel gauw uitleggen dat er niet gereanimeerd hoefde te worden. Dat er geen opname in een ziekenhuis hoefde plaats te vinden. Johan had een behandelverbod. En Johan had op die manier heel goed aangegeven wat hij wel en wat hij niet wou. Dus niet behandelen, gewoon het overlijden accepteren. Afhankelijk waren wij allebei misschien verdachten, maar al heel gauw kwam men tot de conclusie dat we als getuigen verhoord zouden worden. De politie was ontzettend aardig. Later kwam ook de recherche foto's te maken, want er is toch sprake van een plaatsdelict. En ja, werden we gehoord, niet verhoord, maar gehoord op een hele sympathieke manier. En ja, wat ik toch wel heel bijzonder vond, is dat de politie veel begrip had voor mensen die besluiten een einde aan hun leven te maken omdat ze hun leven voltooid vinden. En toen kreeg ik te horen dat dit toch een veel mooiere manier is dan het moeten gaan naar een spoorweg of naar een flatgebouw waar mensen afgesprongen zijn. Dat natuurlijk een veel slechtere, inhumanere dood is dan gebruik maken van pillen. De politie heeft steeds contact met de officier van justitie. Dat loopt dan of rechtstreeks of via de recherche. Er waren mensen van de politie en van de recherche, allebei. En die ondersteunden elkaar, dat verliep allemaal prima. De officier van justitie was op de achtergrond aanwezig, had steeds telefonisch overleg. En zei ook al heel gauw op grond van alle verklaringen die Johan getekend had, ook de vrijwaringsverklaring waarin die ons vrijwaarde voor betrokkenheid. Ik had een filmpje gemaakt van het innemen van de tabletten waarbij Johan ook heel duidelijk aangaf dat er geen sprake was van betrokkenheid van anderen, dat hij niet geholpen werd door anderen. Dat vond de politie heel erg belangrijk, dus ik wil iedereen aanraden om dat vooral te doen. De officier van justitie hebben we niet gezien, dat was helemaal niet nodig. En de contacten met de recherche, met de politie verliepen uitstekend. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze heel erg positief reageerden op ons
ook absoluut niet als misdadiger zagen, maar heel correct en prettig met ons omgingen. De schouwarts, ja, die kwam op een bepaald moment ook. De schouwarts is dan de arts die het overlijden moet constateren en die dan ook zegt, ja, hier is inderdaad sprake van een overlijden en hij heeft bloed en urine afgenomen om te laten onderzoeken. Wij waren even bang dat Johan overgebracht zou moeten worden naar een ziekenhuis voor verder onderzoek. Maar de schouwarts vond dat helemaal niet nodig. Had contact met de officier van justitie die daar het laatste woord in heeft. En die heeft toen besloten dat het lichaam niet in beslag genomen wordt, niet onderzocht hoeft te worden. En dat we de begrafenisondernemer kunnen bellen om de normale uitvaartactiviteit in gang te zetten. Gevoelsmatig, wat doet dit nou? Ja, gevoelsmatig is het, je verliest een vriend en naarmate het u naderde, werd die vriend eigenlijk alleen maar dierbaarder, omdat je natuurlijk op een hele bijzondere manier met elkaar contact krijgt en veel meer de diepte ingaat dan in het normale, soms toch wat oppervlakkige leven gebeurt. Dat is verdrietig. Aan de andere kant is er vreugde, omdat een lang gekoesterde wens van Johan op deze manier, op een hele vredige manier in vervulling is gegaan. En ja, nu bereikt is wat hij al zo lang wou. Ja, wie ben ik dan om daar verdrietig over te zijn?